Achter me zie je de Elfiekmarkt. De markt waarop nieuwe studenten kunnen leren wat er allemaal in Leiden te doen is. Wat voor verenigingen er zijn, wat voor instellingen er zijn. Maar wat ook heel leuk is van die markt, is dat je er van alles kan verzamelen. Vorig jaar heb ik roze opblaasflamingo's voorbij zien komen. 5 dezelfde zonnebrillen. En als je een beetje je best doet, kun je ook gewoon je eerste avondmaaltje bij elkaar scharrelen. Nou, ik ga eens kijken wat ik vandaag allemaal tegen ga komen. Ik heb zelfs een duurzame tas meegenomen om alles in te stoppen. Dus ja, ik ga eens kijken. Het meest waardevol hier van ons leven, de Bijbel. Simpel recept, om maar lekker leuke rode framboosjes in te doen. We hebben Black Story kaarten, leuke spelletjes om samen met je als koekjes te spelen. All these nice sweet treats we can come visit us at Leiden University. Bye! Ja, dan gaan we natuurlijk voor de Klaas Dijkhoff Original. Ik zeg het nog een keer, je kan van alles verzamelen op deze markt, maar het beste kan verzamelen is het geld van de bankiers. We hebben een bad eentje. We hebben chips, we hebben salsa, zoals het dan, veel zorg. Wij delen motten uit. Je kent de winters in Leiden. Ja. Het is gewoon zo koud dat je nou, niet je ijs moet krabben, maar dat je een biertje ook moet maken. En dat werkt hier ook heel goed. Ja. Als je dat bedenkt en een beetje roken, nou, dan zijn we ook gewoon heel goed. Condooms zijn altijd een beetje het standaard promotiemateriaal voor politiek nieuwe organisaties. En bij ons hebben we bedacht dat we er bovenop zitten. Wat heeft het met yoga te maken? Helemaal niks. Nou, is wel fijn om wat suiker te hebben als je gesleten hebt. We hebben een mooie fietslampjes. In de stad. Potloden. Een gratis bierglas. Ik ruip de cappuccino risotto aan. Onze specialiteit van de dag eigenlijk. Bellenblaas. Ja. Als de mensen de petitie uittekenen, delen we spullen uit. Het beste is eigenlijk een pluspuppie machine. Ja. Wij delen een gratis studiebijbel uit. Wij delen snoepjes uit. Nou, ik ben die markt rondgerend ongeveer. En dit is de opbrengst. En het had nog veel meer kunnen zijn als ik iets meer de tijd had genomen. Ja, kijk, vooral, je kan niet wel vanavond eten. Maar het had nog wel ietsje meer gekund, op zich wel. Ja, zakje vol, maar dat had nog minstens 5 keer zoveel kunnen zijn als ik alles had aangenomen. Maar 2 zonnebrillen hadden ook wel wat meer kunnen zijn. Nog heel veel pennen natuurlijk. Laten we de traditionele condooms niet vergeten. Opvallend. 2 keer de Bijbel. Had ik nog niet eerder gezien. Ook wel iets lekker voor mijn huisraad. Een beker en een glas. Bellenblaas natuurlijk niet te vergeten. Mooie stropdas van de VVD. Een schandbal. Mooi voor het mooie weer natuurlijk. Spelletje om te spelen. Wat tassen voor de duurzaamheid. Deze is ook handig. Zodat je als je sleutels in het water vallen. Dan blijft ze drijven. Nou, natuurlijk ook fles openers. Hier, dit zijn het nieuwe raasje te zijn. Aansteker met daar ook een flesopener in. Nou, dit zijn dan weer collectors item te zijn. Volgens mij moesten ze er gewoon vanaf. Bad eentje, potloden, pennen, nou ja. Dus
volgende keer El Cid Markt zeker naartoe gaan. Ik zeg, nieuwe studenten, welkom in Leiden.